Nou, ik ga heel eventjes opschieten om de dieren te verzorgen en hier een beetje de boel glad te ruimen. Want ik word strakjes opgepikt door Martin en Linda en dan gaan we gezellig naar Zeeland. Dus ik ga eventjes aan de gang. Op weg naar Zeeland. We zaten met de zee. Boven in de lucht. Nou, laten we dat maar niet doen. Even een uurtje toeven. Tuffen. Even toeven. We gaan een uurtje toeven. Ja, we gaan even toeven. Sorry hoor. Er zit een kikker in mijn keel. Oh. Ik heb een groene. Ik zeg gas erop. Ja, we gaan plankgassen. Ja. We komen eraan. Een tijdje bij Maria en nee. We hebben weer gegeten. We hebben al lekker gegeten. En we gaan nu naar boven. Zit jij te eten? Wat een pet, misschien in mijn keel. Lekker. Nou. Lekker gegeten. Ja. En wij gaan naar boven. Wat gaan jullie doen? Martin vindt het ook leuk om even naar de bijen te gaan. En neem dan even mijn papi mee. Echt niet, alsjeblieft. Ik heb daar stoffies mee, dus ik heb kijken wat er briefje staat in de pan. Ik heb geen briefje wat we ermee kunnen gaan doen. Ik heb geen kleuter. Oké, dan moet je meenemen voor het nummer. Ja. Ja. Kleuter met een briefje. Dan is het mooi om te janken zo. Nou, veel plezier bij de bijen. En wij gaan naar boven om te naaien. Dit is zo eng. Ja, dan moeten ze erin. Ik heb ze niet. Nee, gezien. Doe ik niet. Maar wat ik film, dat staat erop. Dit is de nieuwe creatie. Dit is de jurk. Die kan ik dus zo zelf dragen natuurlijk ook. En dan kunnen we ook dit opdoen. Ja. Dan moet je precies langs je onder je randje trekken. Ja. Zit die achterstevoren? Ja. Ja? Ja. Nee, ja. Dit is de achterkant. Nee. Een draai zonder. Nee hoor. Nee, nee, dat is goed. Zie je? En om dit randje ging het. Nu is die lang genoeg. We eten lekker bloemkool. Witte bonen in tomatensaus à la Marie. Die doet van alles bij. Ketchup. Azijn. En peper. Zwarte peper. En... sambal. Oh, sambal. Heel lekker. Heet witte bonen. Ja. En dan hebben we nog boontjes en aardappels. Oh, maar. En balletjes, is je. Vegetarische ballen natuurlijk. Ja, ik heb al gebeld, ja man. En komkommer. Ook even een klein stoeltje boven pakken. Ja. Sven blijft ook gezellig eten, Sven. Ja. Leuk hoor, hè? Want ik ging het net vragen. Ja. Ik was met mijn step gekomen. Oh, kijk hier, step. Oeh, wauw. Ja, leuk. En toen vroeg je net en het mocht. Ja. Ik vroeg of ik bij oma kon eten, maar het mocht van mijn mama. Nou, hartstikke leuk. Leuk hoor, lieverd. Ik ga gezellig. Even een stoeltje boven pakken. Nee, hier mag jij niet alleen. Met opa. Met opa samen. Trapval, ja. Opa wil...
Doe Sven helpen met een stoel. Hij moet nog een stoeltje hebben, opa. Stoeltje. Ja. Zo'n klein, zo licht stoeltje. Hou ze bezig. Hij wou het alleen aan doen. En Linda en Martin zitten lekker mobiel. Even te chillen. Even socialiseren. Ja. Even lekker zitten hoor. Dus ja, tafel is al gedekt. Dus nou, dit gebeurt in huizen René en Marie. Ja, er gebeurt hier alles. En Marie kookt altijd met snelkookpannen. En elke keer denk ik bij mezelf, dat ga ik ook doen. Maar op een of andere manier komt het er niet van. Dus, maar zij doet het al jaren. Het gaat wel lekker snel. Ja. Hots. Maar dan moet ik niet of ik bij oma ging eten. Is het gelukt, Sven? Ja. Oké. Zo, we zijn weer onderweg naar huis. Martin zit lekker een filmpje te kijken. Je hoort ons niet. We zijn alweer bij Bellevoet. Ja, gaat snel. Altijd weer druk bezig in mijn atelier. En we krijgen een heel mooi bureau met allemaal planken. Zodat ik alles kwijt kan. Ja, dan moeten we weer het een en het ander veranderen natuurlijk. Dus Aad was weer blij met mij. Sabrina is te gezellig. Ze zit lekker aan de thee. Even wat te beppen.